Mijn naam is Max Sturm. Ik ben werkzaam bij akkerbouwbedrijf Sturm. Hier zit ik in maatschap samen met mijn vader, moeder en broer Gijs. Wij telen 50 hectare aardappelen en die zijn we momenteel aan het rooien. Eind april, begin mei, hebben we de aardappelen gepoot. Dat is circa 50 hectare. Dat zijn de rassen Agria, Innovator en Tiger. Deze zijn allemaal bestemd voor de frietindustrie. Tijdens het poten werd het op een gegeven moment te droog. Dus toen hebben we een week stilgelegen en gewacht op regen. Het groeiseizoen is ten opzichte van andere jaren minder intensief geweest qua beregenen. We hebben voldoende regen gehad. Daarentegen was de ziektedruk enorm hoog. De druk van Phytophthora was erg hoog en het was moeilijk om de Phytophthora eruit te houden. Dat is dus ook niet overal gelukt. Over het algemeen lijkt de oogst niet verkeerd. Het is erg wisselend qua percelen. De vroege rassen misschien wat minder, de vroegere percelen. Momenteel staan we op een wat later perceel. Hier is de opbrengst goed. Ik schat het tussen de 60 en 65 ton innovators. Daar rooien we met een vierrijige bunkerrooier. Hiervoor rooiden we altijd met twee-rijers. En dat bracht een hoop geregeld qua personeel met zich mee. Dan waren we altijd wel met 7 man aan de gang. En nu kunnen we het eigenlijk met 4 mensen rondzetten. Dus dat, dat bevalt goed. Wij hebben voor het rooien met de haspel 10 mm beregend. Zodat we kunnen rooien met zo min mogelijk beschadiging. De kans op stootblauw is dan lager. Met name omdat het te droog was, viel alle grond aan het begin van de machine al door de mat. En die wil je eigenlijk zo lang mogelijk rondom de aardappel houden, zodat hij zo min mogelijk kans heeft om te beschadigen. Dus dat is even jammer. Je zou kunnen zeggen van we wachten totdat de regen komt, maar het is nu hartstikke mooi weer zoals je ziet en we willen graag gewoon door. Want we moeten nog genoeg rooien.